Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer de 56e uitzending van Licht op Leiden. Waar blijft de tijd, zou je zeggen? Wij zijn altijd te vinden op Ziggo kanaal 46 en KPN kanaal 1421 en online over de hele wereld. In Licht op Leiden hebben we iedere keer regiogenoten die iets bijzonders hebben. En dat mogen we ook deze keer wel zeggen van onze gast. Dat is een gast met een naam waar we de Leidse regio alleen in groot verband aan kunnen ophangen. Arie Kuyt. Arie Kuyt, hartelijk welkom. Tom. Want het zal niet veel mensen verbazen dat jij in deze regio vooral de gemeente Katwijk vertegenwoordigt. Ja, dat klopt, ja. En als we nou nog vragen, ben je nog familie van? Wat zeg je dan? Ja, één grote familie, hè, Katwijk, dat weet je. Het is net Volendam bij ons. Ja, ja, precies. Nee, maar niet te dicht verwant, misschien in de verte. Ja, van die Katwijker die nu in Noordwijk woont. Wat bedoel je die? Ja, precies. Nee, goed. Arie, moet jou introduceren op een heel bijzondere manier. Want wie naar jouw website gaat, die wordt op deze manier getrakteerd op een prachtige foto. En ook op een tekst die ik even ga voorlezen, als je dat niet erg vindt. Een visspecialist voor uw food event. Speciaal voor horeca-evenementen, vis- en foodbeurzen, restaurants en alles wat met vis en food te maken heeft. Presentatie over Noordzee, Noordzeevis, tonijn, fileerdemo en sashimi. Allesomvattend. Een echte vis- en fileershow. U bent bij mij aan het goede adres. Door mijn jarenlange ervaring in de fileerderijen, visserij, viskundeleraar, visafslagen als in- en verkoper, vertel ik u het verhaal van de vis van A tot Z. Bij mijn vis- en fileerprestaties is het belangrijkste woord beleving. Interacties met het publiek zijn bij mij dan ook vanzelfsprekend. Kortom, gegarandeerd succes. See you, Arie Kuyt. Ja, prachtige introductie. En eigenlijk kunnen we hiermee zeggen dat we het interview, dit gesprek, al zo ongeveer kunnen beëindigen, of niet? Ja. De kijkers weten nu zo ongeveer alles al, of niet? Ja, nou, dat is mooi werk, want het is lekker weer buiten, Tom. Ja, nee, daarop. Je hebt gelijk. Ja, het is hartje zomer. Ja. Maar goed, we zullen de verleiding toch nog weerstaan om nog wat langer ook met jou te mogen praten. En dat is een genoegen, want ik ken jou al iets langer dan vandaag en ook van bijzondere evenementen en belevenissen. Daar komen we nog op. We hebben het al gehoord. Je bent een Katwijker. Is het om als Katwijker ook altijd in Katwijk te blijven? Want er zijn natuurlijk wel Katwijkers die ongehoorzaam zijn en vertrekken. Maar jij bent nog steeds ook in Katwijk wonende? Ja, ik woon nog in Katwijk, Tom. Ja. En ik moet zeggen, het is als ik wegga of in het buitenland zit of op vakantie of wat, dan is het altijd weer een echt thuiskomen. Ik woon dicht bij zee. Ja. Ik woon zo wat op strand. Ik vertel over vis overal, maar ja, ik surf graag. Ik doe alles met de zee. Dus vakantiepark nummer 1, Katwijk aan zee. Ja. Voor mij, zeker. Ja, nee, precies. Het aardige is dat jij zegt, nou, mijn fileershow of mijn, hoe je dat verder moet noemen, dat is een beleving. Maar eigenlijk is het Katwijker zijn voor jou ook een beleving. Ja, zeker wel, zeker wel. Ja, het is altijd wat te doen. En er is eigenlijk geen gemeente in deze regio waarbij die beleving zo sterk is als juist bij de Katwijkers. Nou ja, ik denk het wel. Dat zie je ook aan de toeristen die natuurlijk elk jaar naar ons toe komen. Ja, ja. En als je nou over de boulevard rijdt, dan merk je, het is coronatijd, maar ik zie ook weer de nummerbordjes. Nee, dat is waar natuurlijk. Maar gelukkig maar. Ja. Komen er nog veel Duitsers? Ja, de witte nummerbordjes. Oh, de witte nummerbordjes. Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. Ja, precies. En die worden van harte en met hartelijk worden die ontvangen, toch? Ja.
Dus ik dacht dat je achternaam ook een beetje Duits was, of niet? Jazeker, jazeker. Ja, dus, ja, ja, daar heeft mijn vader in de oorlog nog wel een beetje moeite mee, gehad en zo. En, en vooral als het dan Duitse soldaten bij ons in de straat liepen en dan het naambordje zagen. Ja. Dan hadden ze wel eens een neiging om aan te bellen en dat vond mijn vader niet zo leuk, moet ik zeggen. Zeker, maar goed, daar ben je bij geboren met de naam Kuiten, met de naam Kolbeck. En wij kunnen daar allebei prima mee leven, ja, denk ik, toch? Ja. Maar nou is de vraag hoe jij in Katwijk, want je bent heel veel dus in het buitenland. Nou ja, de laatste 2 jaar dus niet. Nee. Maar ik, sinds ik die shows ben gaan doen in restaurants en op evenementen. Ja. En als je dan ergens uitgenodigd wordt en dan de mensen eromheen die er naartoe gaan, zit er altijd weer een nieuwe klant tussen. Ja. Nee, dat dus als je, nou, nu ben ik 2 jaar dus niet eigenlijk... door het corona gebeuren, niet in beeld eigenlijk. En voor mij is het eigenlijk heel slecht. Ja, precies. Omdat ik mijn eigen verkoop via de media. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk moet ik straks opnieuw beginnen. Dat begrijp ik. Maar je bent ook een gezinsman. Ik ben ook een gezinsman, zeker. Ja. Ik ben een vrouw, ik heb een vrouw en 2 kinderen. Bart, onze Bart, die is 13. En onze Marit, die is 10 jaar. Ja, ja. Ja. Want je vertelde mij ook dat je er moeite mee had om op zondag hier te komen. Zo, omdat je zei, ja, eigenlijk is de zondag voor mijn gezin. En dat geeft... Het is op Katwijk zo van ouds af en vanuit ons christelijk geloof een rustdag. Ja. En nou ja, een hobby is wat anders dan werken, vind ik. En daar moet je onderscheid in maken. Maar zeker ook, als Liveer hebt de 7e dag gegeven, wordt rustig. Ook met de familie, met het gezin. Ja. 24 uur economie. Ja. Ja, ik ben er niet van. Sorry. En het is ook niet goed voor je gestel. Continu doorrammen. Precies. Ja. En er is, geloof ik, denk ik ook hier in deze regio geen gemeente waarin de mensen dat toch nog zo sterk voelen. Ja. Nou, ik denk dat het is echt niet verkeerd hoor. Al heb het helemaal niks met geloof te maken. Je moet gewoon een rustdag hebben. En sommigen die hebben dat de maandag en dinsdag. Maar het doet alsjeblieft wel 1 dag rust in de week. Ja. Ja. Dat is gewoon goed voor je gestel. Ja. Zeker. Jouw kinderen, die zitten nog op de middelbare school? Die zitten al op de middelbare school heen? Onze Bart die zit op de praktijkschool. Okay. En onze Maart die zit op de lagere school. Okay. Dus die gaat naar de laatste leerjaar. Okay. Ja. En wat vinden jouw kinderen, dat is misschien een hele vreemde vraag, van jouw beroep? Ja, het is apart. Het is een beroep waar je eigenlijk niet voor leert. Ik ben vroeger in de vis beland. Ja. In de haring, omdat we een zomerjobje zochten. Ja. En zodoende allemaal verder gegroeid. Nou, die kinderen zeggen, ja, papa doet het in de vis, maar ja... Die gaat wel eens in een restaurant staan, die vertelt graag over vis. Ja. En, vroeger zeiden ze, nou, als je niet kan leren, kan je altijd nog de vis in. Tegenwoordig zeggen ze leuk, of dan kan je nog schilder worden. Dat slaat eigenlijk natuurlijk nergens op. Want het zijn 2 prachtige beroepen. Ja. En ik denk het beroep, gewoon de vis in zijn algemeniteit. Prachtig, je bent continu eigenlijk met de natuur bezig, met voedsel bezig. Daar probeer je heel secuur mee om te gaan. En ook natuurlijk om er wat lekkers van te maken. Ik bedoel, alleen al het vissen erop. Het is gewoon een hele lastige tijd nu ook voor de vissersman. Eigenlijk voor de hele visserijtak. Ja. Je krijgt zoveel negativiteit de laatste tijd in het nieuws. En dan komt het vooral, wat ik dan zie, uit het stadse gebeuren. Nou, Leiden, dus, dat hoort bij Katwijk, maar echt de groen. Ja, ik zeg maar, als ze mes zien en je moet een koe of een vis eigenlijk de strot doorsnijden, dat willen we allemaal niet zien. Maar 's avonds zitten we wel allemaal lekker van te eten, weet je. Ja. En eigenlijk wat ik doe is in een restaurant wel met een groot mes en een grote vis laten zien. Ja. Het uitbenen van de vis of de koe. Ja. En het verhaal bij vertellen, beleving scheppen en het stuk wat ik eruit snijd. Zie je heel grote tonijnen van 200 kilo. Ga erachter staan, mensen eromheen. Dat is helemaal geweldig. Gaan we zien zo meteen, gaan we zien. Nee, maar wat je nu zegt... Nee, dat vinden die kinderen, die zeggen, ja, papa doet wat een ander. Ja, die doet iets met vis en filmpjes en dit en dat. En mijn dochter, ik heb trouwens met de coronacrisis, heb ik met mijn dochter 10 kookvideo's opgenomen. Mm-hmm. Gewoon voor de grap, ik moest wat doen. En mijn dochter, die vond het prachtig en schots en scheef. Maar... Als jij het zou zien, dan zeg je nou, wat is dat voor regisseur geweest? Ja. Schots en scheef, geluid aan en uit. Maar ik had 500 views. Ja. En meer.
Het werd wijs goed opgenomen. Ja. We posten het eerste filmpje. Ja, verschillende visserijtakken. Ja, ik elke maand zo'n, of om de twee weken zo'n leuk videootje maken. Het was een puur vispromotie. Ja. Mijn dochter filmen. En tegelijkertijd vragen. Eigenlijk wat jij doet. Alleen hadden ze nog een cameraatje in de handen. Nee, precies. En ik vertellen. Dus het was een wijze interactie. Ja. Hartstikke leuk. Ja, nee, zeker. Hartstikke leuk. En dus bij jouw kinderen is jouw beroep geaccepteerd? Het is geaccepteerd. En mijn vrouw, die heeft het ook pas geaccepteerd. Want die is pas... Nou, de laatste show die ik heb gedaan is de eerste keer dat ze erbij was. Okay. Want die wil er eigenlijk nooit bij zijn. Ik krijg altijd als ik ergens uitgenodigd word, dan zeg ik, vrouwtje meegezellig. Maar die zegt, ja, als ik dat dan zie, want je hebt natuurlijk wel eens op camera of beeld gezien. Tuurlijk. Ze zegt, dan zie ik een andere man voor me. Ja. Het is ook, want ja, je verandert wel. Als ik een vis, ik wil niet zeggen dat ik een acteur ben. Maar dan kom ik in mijn passie terecht met een heel andere verhaal. En ik ga de mensen vermaken, omdat ik dat leuk vind. Het verhaal vertellen van het product aan de mensen. En zorgen dat die mensen met een goed gevoel naar huis gaan. Ja. Maar dan verander ik een beetje. Zeker. Van een gezinsman naar een showman. En dat is iets wat zij niet... Nou, je begint er zelf over. Want kijk, eigenlijk was mijn vraag... Je moet er heel veel van af weten van alle mogelijke soorten vis. Ja. Je moet het dan ook nog aan de man of aan de vrouw kunnen brengen. Want en dat is met name dat laatste, denk ik, wat jou typeert. Daar hebben we een filmpje van. En dat wilde ik dat ook nog eventjes laten zien. Ook ben benieuwd. Je herkent het wel. Oh ja. Over acteren gesproken, Arie. Ik koppelde gelijk, als de regie dat ook direct kan vinden, koppelde gelijk nog een tweede filmpje aan vast. €600. Dat is geil. Dat is kieken. Daar werkt het, ja. Zo tuurlijk ook. Maar dit is zwaar, dit is licht. Ja, dit was natuurlijk een prachtig filmpje en over acteren gesproken. Jij vertelde dat die man bang was voor dat mes van jou en dat zijn baard eraan ging. Heb je daarmee gedreigd of niet? Nou, ik had het geen eens in de gaten dat ik dat deed. Ik zag het naar de rand. Het was in Ahoy was dit. Ja. En dat was die kok die ernaast stond, was de voorzitter van de Eurotox. Dus de Europese, de grootste baas. En die is dan moderator op de beurs. Komt vaak bij mij als ik dan daar ben. Ja. Nou is er altijd een acteerspel tussen ons. Hij kan het ook hartstikke mooi vertellen allemaal. Ja, ja. En ik heb wel zijn microfoon ook uit zijn gezicht geslagen. Tand eruit. Dat deed hij net alsof natuurlijk. Maar met het publiek ervoor is dat prachtig natuurlijk. Wat was dat voor vis? Was dat tonijn? Nee, dit was een grote kabeljauw. Een grote kabeljauw? Ja. Zo groot kunnen ze dus worden? Ja, die worden wel zo, ja. Dus een maatje nul. Zo. Ja. Zo. Ja, wij hebben dat allemaal in hap klaar blokjes. Ja, dat is het jammere. Het mooiste zou zijn, dus als je naar de markt gaat, en het kan in Leiden ook, dat weet ik, dat je dan zo'n hele vis uitzoekt. Dan kan je aan die hele vis zien hoe vers die is, aan die oogjes, kieltjes. Ja. En als je zo'n kant-en-klaar filetje koopt, dat is toch geen lol aan. Nee. Je moet een beetje, dat is die beleving nou. Precies. En die meneer die erachter is, die verkoopt wel. Die helpt je en die zegt, je graatje kan je gebruiken voor een soepje. Ja, voor een boulebezetje. Ja. Zonder om dat weg te gooien. Ja, precies. Want eigenlijk,
over het algemeen gooien we in Nederland sowieso van alle vis die er gevangen wordt, de helft weg. Ja, ja. Wat is graad? En is dat zonde? Dat is zonde. En wat zou je daar dan aan moeten doen om dat tegen te gaan? Nou, er zijn nu al bedrijven die maken de biesken en vissoepen, die onttrekken het. En wat er dan weer overblijft, wordt vermalen voor dierenvoeders. Mm-hmm. Well, en perfect. Dat, ja, precies. Met andere woorden, de hele vis. De hele vis. Gewoon alles gebruiken. Ja, precies. Als je nog een beetje kok bent, dan ga je geen filet kopen kant en klaar. Ja. Heeft dat iets te maken ook toch met de huidige discussies over zuinigheid, over verantwoorden omgaan, over misien zelfs wel klimaat? Nee, we zijn wel bezig met weet wat je eet. Hmm. Weet jij wat je eet? Ik probeer voor 100%. Nee, maar kijk, als we zo'n hele vis, die kan je natuurlijk gewoon ter plek of laten schoonmaken. Mm-hmm. Als je naar de slager gaat en ligt een hele koe, wordt het al een ander verhaal. Dan zeg je van, liever niet, dat wil ik niet zien. Maar een visje, dat ken je nog net. Maar het verhaal staat bij die hele vis, staat erbij. Komt hier uit de Noordzee, gevangen door die, met die visserijmethode. Mm-hmm. 2 dagen geleden. Mm. En je weet wat je eet. Ja. En als je zo'n geïmporteerd filetje. Dan moet je eigenlijk helemaal niet doen, want het is niet duurzaam. Nee, heb je helemaal gelijk. Is dat ook het soort verhaal wat je erbij vertelt als je dus demonstraties hebt? Ik kan het niet bij de meeste vis wel, maar ik heb natuurlijk een tonijn of een grote zwaardvis. Ja. Die haal ik niet hier uit het zwinnetje in de Noordzee. Van strand van strand, dat gaat niet. Nee. Dus die komt uit Sri Lanka, de Malediven of Portugal. Ja. Die komt dan met een vliegtuig. Mm-hmm. Maar ik moet ook een beetje show maken. Ja. Ja. Dus dan als ik een grote tonijn heb, dan heb ik er zeker wel ook een paar lokale vissen erbij. Mm-hmm. Dus niet alleen tonijn. Maak de show en maak het met een makreeltje of een haringje. En je weet, dus een klein haringje kunnen we ook gewoon show maken. Ik denk dat jij dat zelfs dat jou nog wel lukt. Ja toch, dat kan toch wel. Ik denk dat we daar aan het eind van deze uitzending nog wel eventjes op komen. Ja, ja. Maar de vraag is natuurlijk, je hebt een demonstratie en eindigt dat dan ook nog met verkoop? Of met dat je zegt van mensen kunnen daarna bij mij bestellen? Nou, dat hangt er vanaf. Dat hangt er helemaal vanaf. Als ik op een horecabeurs sta en ik heb een eigen stand en ik heb een eigen messenlijn ook. Ja. Dus op mijn website zit een webshop, dat is mijn eigen messenlijn. Kunnen mensen kopen? Nou, en dan als ik op een beurs op een stand sta, dan neem ik vis mee en dan laat ik zien dat werkt, die messen. Ik kan wel alleen die messen inzetten. Dan zeggen we, heb je er weer een met... ondertussen kennen ze me wel allemaal natuurlijk. Maar ik laat graag zien dat het ook werkt. En verkoop je dan de vis en de messen? En dan verkoop ik alles. Dan verkoop ik alles. Ik heb wel een schat om, ging ik in mijn onderbroek naar huis, zeg maar. Nee, gekkigheid. Nee, maar ik kan alles verkopen. Ze zeggen wel, jij bent echt zo'n marktverkoper, weet je wel. Ja, dat zou ik helemaal geweldig vinden. Ja, als je je eer maar niet verkoopt. Maar dat is, daar hou ik altijd niet van. Dat is zeker gewoon normaal blijven doen. Als je jezelf zijn. Precies. En dan gewoon vertellen. En ik doe vertellen wat ik kan. Voor de rest kan ik niet veel, mijn vis kan ik alles. Krijg je wel eens dat mensen zeggen, ik kan het niet aanzien? Dat heb ik wel eens, En dat is, als je in de vrije straat staat, zal ik maar zeggen. En dan komen de mensen die niet gericht voor de show komen, die komen voorbij lopen. Die zeggen, gadver, die kreeft die leeft. Dat is zielig. Ja. En zijn dat meer vrouwen dan mannen? Over het algemeen zijn het dan toch wel de dames die zo... Maar ik kan niet zonder dames. Als ik shows doe, dan komen de dames altijd naar voren. Okay. Dat is 1 regel bij mij. Okay. Liefst lang blond haar. Die vinden jou wel leuk. Nou, dat is... weet je, het is, ik weet, er staat een fotograaf. Altijd. Ja. Ja. Ergens. Of een cameraman. Ja. En ik weet, die mooie dames, die willen graag op de foto. En daar maak ik gebruik van. Ja, nee, zo moet je het een beetje zien. Ja, volstrekt gelijk. Maar goed, dan is nog een andere vraag natuurlijk. We hebben mannen en vrouwen. Mijn ervaring is dat vrouwen ietsje vaker zeggen, het ruikt zo naar. Maar goed, mannen hebben als je bij mij staat, ga je de vis niet ruiken, dan ga je de zee ruiken. Nee. Dat zeg ik ook altijd. Ja. Als ik shows doe, maak ik wel eens gerechtjes op de handen zo. Ja.
Heel klein als ik een grote tonijn zeg, kom even naar voren, even je hand uitsteken, dan maak ik een gerechtje, zo klein. En dan ruik je de zee, niet de vis. Want als je de vis gaat ruiken bij een vishandel, dan moet je heel snel wegwezen. Als je dat tegen vrouwen zegt, dan denk ik dat ze daar ook weer veel beter tegen kunnen. Ja toch? Nee, maar je moet... Er is iets nog veel ernstiger. Oh jee. Dat is, en dat begint al bij de haring, maar dat hebben we misschien toch nog wel in algemene zin als het om vis gaat. Ja? Dat jonge mensen toch wat meer afstand hebben ten opzichte van de vis als oudere mensen. Ja. En dat is voor de haring zelfs dramatisch. Dat is voor de haring dramatisch. Het is sowieso voor de vis niet goed. Niet goed. Dramatisch wil ik nog niet gelijk zeggen. Nee. Maar weet je, op het moment, de keuze qua eten, de keuze is reuze, is te veel. Toen ik jong was, nou kon je eens een bakje chips krijgen en een mentosje en een gevulde koek. Nou, dan was het wel klaar. Ja. Als ze bij ons thuis... Ik zeg wel eens tegen mevrouw Marij, ik zeg, joh, het lijkt die Chameel of de snoepwinkel wel. Die deur open doet. Ja. Ja. Ja maar is het toch niet die vrij bijzondere smaak waar je op moet vallen van vis, waardoor kinderen dan weer ietsje meer afstand... Kijk, vroeger had je ook de ouders. Elke week had je standaard gewoon vis. Ja. Twee keer in de week. En dan aten de kinderen automatisch een stukje haring, weet je wel. Dat is al niet meer. Ik altijd op vrijdag natuurlijk. Ja, vrijdag. Maar dat zie je allemaal minder. Ja, dat is waar. Dat zie je allemaal minder. En dan als ze een jaartje of 24 zijn, dan gaan ze dan wel aan de sushi. Mm-hmm. Ik probeer altijd de Katwijkse haring. De Katwijkse sushi is dat eigenlijk. Dat is een rauw product. Ja. En het is ook zo gezond. Het is wereldwijd het gezondste visje, samen met de makreel. Ja. Nou, dat geloof ik. Jij bent ook vaak in het buitenland, want het is toch zo, het buitenland vangt de Hollandse haring? Een klein beetje is dat waar. Oh. Het is, hoe zou ik dat nou goed zeggen? Nou ja, wij laten de Denen en de Nooren ons haringje vangen, onder ons toezicht. Ja, ja. En die haring die zwemt, als je dan Denemarken, Noorwegen naar de Doggersbank, naar Schotland. En dan zwemt daar die haring. Nou, wij gingen vroeger, zwom je misschien iets lager, maar het gros daar. Nou, dan gingen wij hier vandaan varen. Maar je weet wat er hier met de visserij gebeurd is. Het werd allemaal minder. Ja. En we willen wel de haring blijven eten. Dus nu laten we die Denen en die Nooren, die hebben prachtschepen, veel beter op ingesteld. Want die vissen ook het hele jaar door op haring. Ja. Wij deden dat maar 6 weken. Ja, precies. En maar omdat ze dan voor de gerookte haring en voor de kuit vissen ze. Ja. En, maar die laten wij dan vissen, dan komen ze terug. En dan gaan we het even keuren in Denemarken en Noorwegen. En dan zeggen wij, die is goed voor de Nederlandse markt of voor onze Hollandse haring, hè, maatjesharing, die is geschikt, deze vangst. We hebben nog een paar. Oh, dat is wat anders. Het is geen haring, het is een hele grote. We hebben nog een paar foto's, geef even commentaar. Bluefin tonijn. Dit is een vis van 300 kilo. Zo. Moet je denken aan 15.000 euro. Oh. Zo. Ja. Zo, dat is niet gering. Ja. En verder. Dit is dezelfde. Ja, het is dezelfde, ja. Hier ben je aan het... Wat ben je nou aan het doen? Aan het fileren? Nou, dit is dus een select gezelschap. Ja. En dan, ik had dat ding toen, dan kwam ik tegen op de afslag in Noorwegen. Hmm. Die bluefins, dat is een bluefin tonijn. En dat is eigenlijk de Ferrari, de beste van best. Ja, ja. Dus als je in een hele luxe sushi en sashimi restaurants in Japan, dan krijg je dit. Okay. Maar dit was wel heel groot, hè. En die kwam ik tegen in Noorwegen, die was gevangen. Hadden er een paar gevangen. En die hadden ze op de veiling gezet, die had ik een bod gegeven. Ja. En die had ik voor veel minder dan 15.000 euro. Zo. Veel minder, maar ik had hem. Zo. En de andere dag had ik hem hier. Hij stond in Tibron in de visafslag. Okay. En de andere ongetal had ik hem hier. Wat ga ik ermee doen? Ga ik zo fileren en verkopen? Ja, zonde. Dus ik heb een appje eruit gegooid. Okay. Restaurant afgehuurd bij Schuitenmaker in Katwijk. En mensen geappt. Zeggen, jongens, morgenavond speciaal tuna show. Gebeurt één keer nog, er gebeurt niet veel. Ik heb een vis, zo. Ik zeg, dan ga ik een gerecht met de kok maken. Dan doen we vier soorten smaak uit één vis halen. Dus dan krijg je de toro, de belly. Dus dus het vetste gedeelte. Dus dat hele dure stuk. Dat brengt zo 300 euro de kilo op. Ja. En dan heb je de rug voor de loin, dat is allemaal verschillende gerechten. Nou, en dan komen die mensen, die betalen lekker voor. Ja, ja. Nou, die hebben een topavond.
En dan, zo doen we dat wel, het was toevallig wat geweest. En dan is het natuurlijk ook nog een deel, laten we eerlijk zijn, dat je met Schuitenmaker natuurlijk een fantastische zaak in Katwijkse huis hebt. Dat is een prachttent. En ik mocht er de vis voor inkopen voor ze. Oh, dat doe je? Ja, ik doe wel meer. Okay. Ik heb ook in je intro alles wat met vis te maken. Ja, dus ook echt, ik zit 's ochtends vroeg zit ik op de visafslagen. Okay. In IJmuiden, Scheveningen, Stellendam, dan Denemarken, Tibron, Hjoeveel, Sanden, Smogus, Zweden. Ja. Dus ik met, het is net een cockpit 's ochtends, want die televisie daar heb ik 6 omheen. Mm-hmm. Met al die vuilklokken erop. Hetzelfde in de bloemen. Okay. Dan ga ik die kijken wie de mooiste vis heb gevangen en dan probeer ik ze. Nog één Katwijkse vraag en dan heb ik nog iets tot slot. Ja. Die Katwijkse vraag is, ik ga vaak zelf op de fiets ergens een haantje halen. Van Voorhout tot Leiden, tot de hele regio. In Oesgeest zelf ook. En in Katwijk. Maar nergens is de haring zo duur als in Katwijk. En dat komt, dat kan ik wel vertellen. Dat De Katwijkers vangen dus voor de hele wereld, die zorgen voor de hele wereld de haring. Ja. Wij maken ze. Wij zorgen dat ze komen. Ja. Dan gaan we de lekkerste natuurlijk zelf houden. Ja. Maar daar moet je voor betalen. Oké, goed, prima. We hebben nog een tweetal foto's waar ik nog even wat bij moet zeggen. Hier ben je bezig een haring te maltraiteren, zal ik dan maar zeggen. Nou, dat is wel grappig. Kijk, dan zie je hier, wat vertelde ik hier, met een bepaalde snijtechniek zie je die graadjes blijven, aan de graad zitten. Ja. En dan krijg je dat niet in je mond. Dat zeg ik hier. En dit is bij de haringproeverij, de prominente haringproeverij. De haringsmaaktest waar alle bollenstreek vishandelaren meedoen. En welke haring smaakt het lekkerst? Ik ben daar zelf ook al een aantal jaar. Ik heb je wel eens gezien, daar. Een aantal jaar geweest en ik kan me herinneren dat de laatste keer ik jou met klem gevraagd heb om niet te veel over wormpjes in de haring te praten voordat we moesten gaan proeven. Ja. Heb je ook niet gedaan? Nee, heb ik niet gedaan, maar je probeerde het me wel te ontlokken, wat ik me herinner. Ja, nee. Ja. Maar en wat voor heel veel kijkers toch heel bijzonder is, dat is, wat is nou het lekkerste stukje van de haring? En dat heb jij ons verteld en dat vergeten we nooit. En dat moeten de kijkers ook echt weten. En een keer proberen. En een keer proberen. Gewoon doen. Van de rug, van de graat happen. Vis van de graat is altijd het lekkerst. En daarom gebruikt de chef de graat voor zijn saus. Oké. Dus haring, uit het velletje eraf, gewoon van de graat snoepen. Uit het ruggetje. Uit het ruggetje. Uit het ruggetje. Ja, dat vind ik wel het mooiste. We zijn alweer aan het eind, helaas. Want als het goed is en gezellig is, dan vliegt de tijd, zoals je weet. Ik wil je geweldig bedanken. Ja, jij ook. Voor dat je hier hebt willen komen. Ik wil je ontzettend veel succes in dat prachtige beroep. Waar je bent. Je bent uniek in je beroep, zo ongeveer in Nederland. En daarom is het ook heel fijn dat je alles hebt willen delen vandaag met onze kijkers. Volgende week is in Licht op Leiden Rens Heerenweer weer aanwezig. En hij gaat dan spreken met Nanette Ris. Dat is de gepensioneerde directeur van de Stadsgehoorzaal en de Stad Schouwburg. Dus dat is weer een wat meer Leidse affaire. Dankjewel, Arie. Graag gedaan. Jij ook succes met de verdere uitzendingen. En we zien elkaar wel weer, toch? We met haringhappen. Uit het ruggetje. Huh? Oké, dankjewel. Tom.